Het is een enorme uitdaging en het is voor ons allebei onze eerste grote rol. Dus ik ben enorm dankbaar, of wij zijn enorm dankbaar hier aan te mogen deelnemen. Ja. Een droom die uitkomt, zeker omdat ik dus 3 maanden geleden nog op de schoolbanken zat. Dus ja, dit op mijn 23 mogen meemaken is echt een cadeau. Super dankbaar. Ik zal hier veel fout lopen waarschijnlijk, maar goed, gaandeweg ga ik dat ook wel leren. Ik heb al een paar keer een rondleiding gehad. Ik loop me altijd een beetje verloren, maar ondertussen dat gaat wel lukken. Ja, het enige jammer is, ik speel het niet samen met Peter van den Begin. Dat vind ik wel spijtig, want het is geleden van bij Oliver, de musical, dat we samen speelden. Tips, we werken met hoofdtelefoons, met rijdende tribunes. Dus we kunnen het ons als speler permitteren om klein filmisch te spelen. Want het publiek komt wel naar ons toe, als een lens die in- en uitzoomt. Ze hebben een hoofdtelefoon op, Sennheiser-technologie, dus ze kunnen alles horen. Wij moeten niet gaan overacting doen, ook al is dat een grote zaal. We kunnen zeer naturel spelen en dat is een groot voordeel vergeleken met bijvoorbeeld een musical te spelen in een traditionele schouwburg waar je niet met een hoofdtelefoon als publiek op zit en waar je wel moet zorgen dat ze van boven u kunnen zien en horen en dan moet het uw bewegingen wat groter maken en hier moeten we dat niet doen. Dus dat is als speler wel een grote geruststelling. En voor de rest heb ik gewoon zoiets van, amuseert u en we komen hier in een warm bad bij Studio 100 terecht. Maar natuurlijk, we gaan nooit niet samen spelen. We spelen elk afzonderlijk, maar hij heeft natuurlijk wel al heel veel ervaring, dus ik ga wel wat tips van hem kunnen gebruiken, maar ik kijk er wel naar uit. Ja. Frank, Oliver, dat is al lang geleden dat we samen hebben gewerkt, had hij al een paar keren gevraagd en dat is nooit gelukt. En nu dacht ik van ja, het is het moment om nog eens samen te werken, dus ik kijk er heel hard naar uit. Ik ben toch wel zeer blij dat ik in iets heel groots kan staan zo. Frank belde me ook met die vraag op, heb jij zin om in iets heel groots te staan? En dan heeft hij uitgelegd en het verhaal verteld wat het was en voilà, met plezier. Ik vind het een totaal nieuw ding voor mij, want het is ook voor de eerste keer dat ik in de pop-up theater speel, in zo'n groot project. Ik heb Kuifje gedaan, Kuifje de Zonnetempel, maar dat was geleden van 2001. Dat is heel lang geleden. Het was ook een vrij groot project, maar dit is nog veel groter. En zoals het eruit gaat zien, vermoed ik, moet het een fantastische ervaring zijn. Het is in de lange loopbaan die ik tot nu heb nooit aan zo'n spektakel meegedaan. Ze hadden mij al eens gebeld een paar keer om rollen over te nemen in Daans, geloof ik, in 1418. Maar ik kon dat niet combineren met mijn agenda. Het intrigeerde me wel, maar... En dan eindelijk vroegen ze mij eens, maar ik had nog zoiets van, mannen, ik ben toch zo die grote, echt spektakeldingen, dat is zo niet mijn ding. Maar ik ben dan naar 4045 komen kijken, in de allerlaatste fase. En dat was fantastisch mooi. Ik vond dat ontroerend, echt volwaardig theater qua gevoeligheid. Aangevuld dan met de hele machinerie dat hier werkt en zo. Dat stoorde mij langs geen kanten, die bewegende tribune was perfect gedaan. Dus ik denk van, ja, oké, bon. Ja. Carrie is niet zo direct een vriend van het leven, maar is een professioneel acteur natuurlijk, net als ik. Maar we hebben een geschiedenis samen. We hebben jaren samengewerkt ook voor VTM en voor Binnen Zonder Bellen, voor Kriebels, voor die dingen. We hebben samengewerkt. Dus het is wel fijn om Carrie in een keer terug te zien. Frans van der A, die ken ik ook al heel, heel lang. Ik ga niet met hem spelen, hij is mijn een dubbel. Maar ik weet dat we dan samen nog wel aan die rol gaan werken, dat er toch... tussen de twee casts niet te veel verschil is en zo. Ja, daar werd hier vandaag ook gezegd, er zijn ook oude rotten in het vak. Wij zijn dan waarschijnlijk bij die oude rotten, denk ik dan. Maar het is fijn om die oude rotten een keer terug te zien en met hem samen eens te werken terug. Zeker en vast, ja. Het is wel dezelfde zaal met de 1663 stoelen en toestanden, maar het is een totaal andere rol weer dan Priester Daans. Het is ook weer een heel andere rol dan vader Emil in 4045. Het is ook totaal iets anders dat ze van mij al gezien hebben in Fairtrade. Ook met Peter van den Begin trouwens op televisie. Het is ook weer helemaal iets anders dan Piet Piraat. Ja, dat is natuurlijk fijn om acteur zijn van dat je die mogelijkheid krijgt. Van zo'n breed palet te laten zien en van het een tot het ander te kunnen gaan. Ik sta elke ochtend op en ik kijk naar boven en ik zeg dank u wel, man.